Donderdag 18 maart vindt de officiële opening plaats van het Intel Hotel in Zaandam. Een link naar de Zaanse Schans is al snel gemaakt. Het hotel kenmerkt zich door de vele karakteristieke geveltjes, waardoor het hotel een echte blikvanger is in het Zaandamse straatbeeld. Ik vind het afschuwelijk. En waarom? Omdat de architect heeft geprobeerd Zaanse gevels bij elkaar te stoppen, bij elkaar te proppen die naast elkaar horen te staan en niet bovenop elkaar. Ja, ik vind het echt prachtig. En waarom? Ja, ik vind het helemaal in de Zaanstreek thuis horen. En ik vind als je als stad een identiteit hebt, dan mag je dat ook uitstralen in je gebouwen. Ik vind het heel karakteristiek en het hoort bij ons. En het is echt een eyecatcher. Het is echt een herkenpunt voor Zaandam. Eigenlijk vonden we vanaf het begin af aan eigenlijk het ontwerpen die gepresenteerd zijn erg mooi. En hebben we direct onze keuze kunnen maken. En dat is op dit gebouw geworden. Het is typisch Zaans. We hebben direct gezien van nou, dit is echt een uniek gebouw wat maar op één plek kan staan. Dat is in de Zaanstreek. En we vonden ook dat we hier meteen wat mee konden aan de binnenkant om zo de vertaling te doen vanuit de gevels naar de binnenkant. En dit in, ja, zoals je ziet in de binnenkant is ook gewoon zo puur Zaans. Denk je dat het meer toeristen naar Zaandam kan trekken? Ja, denk het wel. Ja. Ik hoop het wel. Ja, ik denk het eigenlijk ook wel. Ja, ik denk dat buitenlanders dat wel leuk vinden. Dat kunnen we echt wel gebruiken, een aantal toeristen erbij. En zeker de mensen die uit Amsterdam bijvoorbeeld vandaan komen als toerist. Dan zitten ze wat hier betreft, ja, als aanvulling op de Zaanstreek, is dat een goed punt. Uiteindelijk, ondanks dat u het niet mooi vindt, bent u wel blij dat het er is? Het had ook een ander hotel mogen zijn, maar ja, aan de andere kant wel. Ja. Het is een beetje tegenstrijdig. Als Zaankanten vind ik het niet mooi, maar als, voor de toerisme vind ik het prima. Daar hebben we nu al, trekken we er al toeristen mee. Als we gaan kijken voor de komende maanden, hebben we uit diverse landen, Scandinavië bijvoorbeeld, gasten al die echt geïnteresseerd zijn in het hotel, ook omdat het zo typisch Hollands is. En dan praat je echt over Hollands in plaats van Zaans. Al ziet het hotel er verre van doorsnee uit, angst om als een kermis attractie gezien te worden is er niet. Als straks de andere gebouwen eromheen staan, die ook op een bepaalde manier verwijzen naar die geschiedenis, dan denk ik dat het gebouw minder op zichzelf komt te staan. En ik denk dat heel veel mensen juist heel erg gecharmeerd zijn van de Zaanstreek en de Zaanse architectuur. Maar ook van dat je met die architectuur een heel nieuw gebouw en een heel nieuw beeld kan maken.